Dirk Kuyt is gewoon heilig verklaard bij Feyenoord. Dus als het aan het bestuur ligt van Feyenoord, al die mensen daar, die willen ze graag een heilige beeld in de Kuip en elke dag een kaarsje opsteken voor Dirk. Dat zouden ze willen doen. Ja, en rond Dirk Kuyt loopt ook nog eens een keer een heel peloton ja-knikkers. Allemaal ja-knikken, ja-knikken. En dat noem ik geen ja-knikkers, maar dat noem ik Kuytknikkers. Dat zijn ze. Het zijn Kuytknikkers, want hij hoeft maar te doen en hup, ze rennen al als dolle naar de apotheek voor Dirk om wat te halen. Lopen de hele dag lopen ze achter de Dirk aan en maar te slijmen en te doen en mee te babbelen en ja Dirk en nee Dirk. En die Dirk die krijgt ook last van het natuurlijk het bekende Hoovercraft syndroom. Die is nu ook al aan het zweven, want die heeft natuurlijk ook geen enkele touch meer met de werkelijkheid. Want Dirk die gaat in al dat gelul, daar gaat hij ook nog eens een keer in geloven. En Dirk, doe mij nou een plezier en stop daarmee. En luister niet naar al die Kuytknikkers, want dat schiet niet op. Maar wat is er nou aan de hand? Die Kuyt die wil niet onder 21 doen en die heeft gezegd, nee, ik ga wel even zelf het komend seizoen ga ik wel bij een paar clubjes kijken en dit en dat. En dan wil ik volgend seizoen wil ik de trainer zijn van Feyenoord. Hallo? Ha! Hey, maar ja, al die Kuytknikkers. Hup, ja hoor. De Kuytknikkers zeggen, oh maar natuurlijk Dirk. Oh ja, wil je trainer? Oh ja, tuurlijk wil jij de trainer van Feyenoord. Fout, helemaal ernaast. Wat slaat dat nou op? Ik bedoel, wat is de... Welke ervaring heeft Dirk Kuyt? Nul. Helemaal niks. En die gaan we dan in één keer hoofdtrainer maken bij Feyenoord. Ik met mijn Feyenoord hart denk dan bij mezelf, oh, levensgevaarlijk. Want wat hebben we in het verleden allemaal niet gezien? Marco van Basten, geen ervaring, niks. Die ging zomaar trainen en hoe is dat afgelopen? Hebben we Philip Cocu, ook zo mee. Geen ervaring, ging trainen en moest hulp krijgen van Hiddink. Van Bommel, geen ervaring, moest zomaar gaan trainen en moest hulp krijgen van Marwijk. Van Bronckhorst, weinig ervaring en moest hulp krijgen van Dick Advocaat. Dat is wat er gebeurt dan. Het trainersvak is gebaseerd op ervaring. Dat is waar het om gaat. En zonder ervaring gaat dat gewoon niet lukken. Dus Dirk Kuyt, wat die moet doen, die moet gewoon lekker bij een grote trainer gaan naar Duitsland, ga bij Peter Bos op de bank zitten, 2 jaar als assistent en kijk mee hoe het allemaal gaat. Daar ga je van leren. En daarna ga je nog eens 2 jaar, Dirk Kuyt, bij een subtopper in de Eredivisie werken. En dan, daarna, dan kom je naar Feyenoord. Dan Dirk, dan ben je welkom. Dus ik wens Kuyt en de Kuytknikkers de komende tijd heel veel wijsheid.